De perfecte man voor Kozima. Een briljant muzikaal talent, de oogappel van haar vader, met een zorgelijke gezondheid en karakter. Waar een ander hart weg zou rennen, ziet Kozima de kleurplaat uit haar jeugd. En dat Liefde het er weer eens niet mee eens is en het huwelijk twee jaar vertraagt, houdt haar niet tegen. Het is misschien wel een extra stimulans om te bewijzen dat ze een volwassen vrouw in het worden is. Die het leven begrijpt. In 1857 wordt Cosima vrouw van Bulow. Hans is met een liest getrouwd en bezoekt op huwelijksreis nu zijn schoonvader. Maar meer nog verheugt hij zich op zijn bezoek aan Zurich. Aan de man voor wie hij leeft. Aan de man wiens muziek hem de weg heeft gewezen. De muziek die hij dirigeerde tijdens die ongelukkige avond in Berlijn. Maar die hem ook zijn vrouw heeft gegeven. Richard Wagner. Het is een schok voor Cosima. Deze ongemanierde, ijdele pauw die losbrast met zijn beroemde vrienden. Die pedant voordraagt uit zijn nieuwste libretto's en de gasten en Hans er dronken mee voert. Vroeger al, toen haar vader na negen jaar eindelijk eens naar Parijs gekomen was. Had ze het ongemak van deze man ervaren. En toen hij, net als nu, op een avond uit zijn opera's voordroeg, kon ze niet anders dan verdwaasd naar de grond staren. En ook nu wordt het haar te veel. Ze raakt in paniek en barst in tranen uit. Maar nog geen jaar later reizen Hans en zij alweer naar Zurich. De situatie is niet minder onthutsend. Wagner zit in een huwelijkscrisis en hij bedriegt zijn vrouw. Maar Kozima's eigen huwelijk is ook niet wat ze ervan verwachten. De offers aan Hans lijken nauwelijks iets op te leveren. Hij slaat haar. De bandeloze passie die ze in Tsuri gevaart ontbreekt in haar bestaan. Het verwart haar, maakt haar depressief en ze kan niet anders dan concluderen dat haar huwelijk één grote vergissing is. In een vlaag van verstandsverbijstering werpt ze zich aan Wagners voeten, kust zijn handen en overspoelt ze met tranen. Terug in Berlijn maakt ze ervan wat ze kan. De stad heeft daar weinig te bieden. Kleinburgerlijk. Een schreeuw contrast met het moderne Parijs uit haar jeugd. En Hans werkt en werkt en werkt ten koste van zichzelf ten koste van haar. Kozima probeert hem te stimuleren zelf muziek te schrijven. Maar de moed zakt hem iedere keer weer in de schoenen als hij klusjes op moet knappen voor de grote meester. Zijn muziek verplettert hem.